150 abonnees is iets waar wij later hopelijk snel bij zouden komen met dit YouTube-kanaal. Mr. Koenkist gaat die 150 abonnees hopelijk snel genoeg aantikken. En als dat gebeurt, dan is het natuurlijk tijd dat die 150 special eraan komt. En met die 150 abonnees special zijn er een aantal dingen die ik wil gaan meebrengen. Een van die vele dingen is de aankomst van mijn enige echte Kingdom server, Astral Kingdoms. Dat is een server waar ik een tijdje geleden een aankondiging op heb gedaan en sindsdien geen video ervan heb gemaakt. Dus, de 150 abonnees wordt echt een livestream die specifiek gericht is daarop. Ik ga een hele livestream focussen op Astral Kingdoms. Jullie gaan mij de hele server zien opzetten. Jullie gaan mij zien survivalen. Misschien dat ik live nog een aantal tips ga geven voor hoe jij je eigen Minecraft server zou kunnen gaan hosten. En waar. En uiteraard zou ik waarschijnlijk een aantal bugs her en der moeten fixen tijdens die livestream. Maakt me helemaal niks uit. Die Astral Kingdom server gaat vanaf die livestream in open beta. Of eigenlijk in closed beta moet ik het eigenlijk zeggen. Het is een gesloten beta en hoe je daarbij kan komen, dat wordt je allemaal duidelijk in de livestream die ik ga doen als die 150 abonnees bereikt is op dit YouTube kanaaltje. En tot die tijd zijn er een aantal dingetjes die ik moet gaan fixen op de Astral Kingdoms server. Ik ben er momenteel heel erg druk mee bezig. Als je nog wat informatie wil over Astral Kingdoms, er staat een linkje in de beschrijving beneden. Daar kun jij alvast een beetje info krijgen over Astral Kingdoms. En in de livestream die ik ga doen, ga ik nog veel meer info geven over hoe jij de closed beta kan joinen. Dat gezegd hebben, de closed beta gaat dus officieel beginnen als die 150 abonnees is aangetikt. En als wij dus die stream gaan doen voor de 150 abonnees. Dus als jij op zoek bent naar een beetje een toffe Kingdom server die werkt. Dat is best wel belangrijk voor een Kingdom server die werkt. Dan raad ik je aan om je nu te abonneren op dit YouTube kanaal. En dan hoop ik je snel te zien bij Astral Kingdoms. Er zijn wel een aantal dingetjes die je moet weten over de closed beta. Het is, nou ja, een closed beta. Dus nog lang niet alles wat je wat er zou moeten zijn, wat er klaar zou moeten zijn in de server is klaar. De spawn is nog niet helemaal af, et cetera. Dus als je nog extra dingetjes kwijt wil over de closed beta, jij als beta-tester kan dus de closed beta in en je kan mij een aantal tips geven van misschien is dit even een goed idee om te doen. Misschien moet je dit verwijderen, misschien moet je dit toevoegen. Het is volledig aan jou om aan mij tips te geven voor de Astral Kingdom server als je eenmaal in de closed beta zit als beta-tester. Hoe dat allemaal werkt, nogmaals, dat ga ik je allemaal uitleggen tijdens de livestream voor de 150 abonnees van Astral Kingdoms. Dus, als je op zoek bent naar een beetje een goed werkende Kingdom server, abonneer op dit YouTube kanaal nu meteen. En wie weet, kies ik jou wel uit voor de closed beta tijdens die livestream. Dit was dan Mr. Koenkist hier. En dit, en ja, meer, wat kan ik nog meer zeggen dan tot de 150 abonnees? Doei!